Dit dien de Friesen justerjoen manmachtig. Er waard omraak sproeid, doest en wasken. En het gebeurde safolle dat ze dat bij Vitens heel duidelijk vernemen konden. Ja, en piek die justerjoen, 44% wetter extra maken ten opzichte van normaal. Ja, dat is echt een hele soort. Het is voor u echt uitzonderlijk. Iedereen op dezelfde manier trooit maar wetterconsumptie, dan moeten wij als bedrijf het wang in. En dan geven we langzaam gewoon een beetje de drukverleging. Dat door Vitens zodat het wetter dan beter verdeeld wordt in. Net alleen in Friesland, maar ook in Oerissel. En de Noord-Eerspolder is de wetterdruk leger. Dat zal benamend te vernemen wijzen in het zuidwesten en zuideesten van uw provincie, maar ook in Dongeradiel en gebieden bij de Kustdel. Ja, wat merk je dan? Als je onder de douche staat, dan heb je wat minder hulle stralen onder je hinnen. En dat je het kranium door, als je wat minder broezende wetter eruit komt. Er is genoeg wetter, maar het geeft dus mij legere druk door de leerlingen. Als ik het vergelijking door met een autosneldiek, als er te volle auto's op een sneldiek binnen, dan krijgen we een file. Nou, dat hebben we tijdens die piekperiode, zien we dat ik wat meer. De droogte op het platteland is nog net dramatisch, maar het maakt ik net al te lang meer dworen, zo zei het Frieske Geer. In district Noord binnen bij natuurgebieden waarschuwingsborden pleert voor Iepen Fjord. Bij pachters worden op het stuit minder vee, zoals kei, schiep en hinders naar natuurgebieden gebracht, omdat er minder fretten is. Verder vernemen ze bij de gasdroegerij in de Pijn dat er door de droogte aardig minder gas gebracht wordt als oors.